Welkom bij een item over superhero games. En als je niet van superhero games houdt, dan kan je nu gewoon gelijk weer op een kruisje drukken. Dit is het enthousiasme dat we zochten inderdaad. Ja, nee, ik ben heel enthousiast. Ik ga het over hebben. We gaan het hebben over superhero shit. Wie van jullie weet, heeft het beste antwoord, het goede antwoord op hoeveel superhero games er dit jaar uitkomen? Dit jaar? Ja. Dat heb ik we kunnen ook gewoon een opzomming maken, want ik weet het juiste antwoord ook niet. Maar het zijn er best twee Arkhams natuurlijk, of Arkham Likes, Justice, de Suicide Squad en Gotham Knights. Yes. En dan hebben we nog, komt er nog een Spider-Man dit jaar? Nee, volgend jaar. Pas. Komt de Wolverine dit jaar? Nee. Oké, maar dat zijn alsnog al vier games waarvan we weten dat ze in ontwikkeling zijn. En vroeger waren superhero games natuurlijk, die kwamen wat minder regulier uit. Vaak als er films waren of wat dan ook. Maar nu is dat net zoals in filmland gewoon wel een household name geworden. Vroeger was het gewoon scheid. Dat wist je al. Gewoon eigenlijk al wel van tevoren, als het een superhero game was, dan was het eigenlijk scheid. En het was eerder een uitzondering op de regel als die oké was, dan andersom. Nee, dat is het ding inderdaad. Omdat het nu gewoon relevant is en omdat wij het vaak ook in nerdculture wat dan ook over superhero games hebben, had jij zoiets van, nou, vertel eens ons over jullie favoriete superhero games. En toen begon ik te denken, toen dacht ik van, nee, maar zo vaak vind ik die niet heel goed. Ik heb een aardige shortlist gemaakt. Nou, ik wou net zeggen, jij bent volgens mij, we hebben er allemaal denk ik veel gespeeld. Ik denk dat ik al weet wat jullie lijstje gaat zijn en dan gaan jullie de hele tijd tegen mij zeggen, maar dat is een oude kut game. En dan aan het einde hebben jullie gewoon weer samen een lijst. Hij doet nu de reverse psychology. heb je hem door? Zodat wij nu heel modest gaan. Ik heb van tevoren de lijst opgesteld waarvan ik verwacht dat jullie hem gaan doen, zodat ik op het eind kan laten zien. Dat dacht ik al. Echt? Ja. Maar ga je die nu ook presenteren? Die ga ik niet nu al presenteren, want dan krijgen mensen nu al dit hele item te horen. Want ik weet 100% zeker dat dit gaat kloppen. Je gaat gewoon een beetje zitten flexen hier, een beetje stoer zitten. Nee, helemaal niet. Het heeft niks met stoer te maken. Waarschijnlijk heb je dus een lijst met kut games, zodat je niet dezelfde games hebt die wij. Vliegende ruimteschepen. Ik wou net zeggen, zit er een luchtschip in? Boten, ja. Zit er een luchtschip in? Ja, dat dacht ik al. Ja. Iets met een luchtschip. Hey, ik kwam niet tot vijf namelijk. Ik heb denk ik maar ooit in mijn leven echt drie hele goede dat was ook mijn probleem. Ik had ook zoiets van, ik had er niet meer tegen je gezegd, maar ik wilde al bijna zeggen van, ik denk niet dat ik tot meer dan drie kan komen. Nee, dat hoeft niet, want we hebben hier de baken van superhero games. Yui zit hier. Hebben jullie Batman meegenomen? Of ging nee, we dat is geen superhero. Geen superhero. Nee, dat is geen superhero. Maar hij heeft wel super villains in heel veel games, dus dan reikt hij wel. Sorry, heb je die niet meegenomen wel, toch? Nee, je doet niet sarcastisch. Dat dacht ik al. Dat... Nee, je doet niet sarcastisch, dat is gewoon superhero shit. Nee, dan weet ik jou top 3. Welke superpower heeft hij dan? Ja, money. Dude, maar... Bill Gates ook. Elk gesprek dat we hebben over superheroes, en dan doe je alsof Batman er niet bij hoort ineens. Nee, maar ik snap dat wel. Ik wou het zeggen. Hij heeft het lang... Meestal zie ik het aan zijn gezicht, maar nu was ik wel eventjes bang. Beginnen beter in te worden. Ja, maar echt. En liegen. Ja. Liegen, dat is een goede treat. Ja. Nee, maar natuurlijk zijn die meegenomen. En sterker nog, ik heb ook wat dingen meegenomen. Ik wilde op een gegeven moment zelfs bijna een lans breken voor Street Fighter 2. Want dan Hadouken is gewoon een superpower. Dalsim met stretchy arms is gewoon Mr. Fantastic. Dan is het wel heel schraal, hoor. Als je sowieso, als je doodgaat en je mag opnieuw beginnen, dan ben je sowieso wel een superhero eigenlijk. Ook, dus daarom ook wil ik beginnen met Super Mario 5. Ja. Hoe doen we dat? Super Mario, dat kan ook geen toeval zijn. Nou ja, hij heeft er veel meer. En hij heeft ook 1000 honorable mentions. Maar dan, dat was niet de opdracht. Moet ik gaan we niet allemaal behandelen. Heel snel de honorable mentions. Ja. X-Men Origins Wolverine. Daar heb je het laatst ook over gehad. En dat vond je een vette filmgame. Ja, maar dat is ook een hele vette, het is gewoon een vette Wolverine game. Want ondanks dat het een draak van een film is, is het wel een hele vette bloederige Wolverine game. Dus die is een goede game. Ja, zeker. Speelt lekker. Ja, het speelt niet heel clunky. Lekker. Het is een beetje de fighting van de Arkham serie, maar dan Wolverine. Dus veel meer bloed en afvallende hoofden en zo. Verhaal van de niet film. Niet het beste. Neemt wel wat vrijheden, maar... Hoe lang? Die game? Niet zo lang. Nu ben je zo'n honorable mention net zo lang aan bespreken als de normale. Ja, vind ik niet erg. Want ik wil weten waarom die dan honorable mention is. Waarom je die zo goed maar die lijst is zo lang. Het klonk als een middelmatige game namelijk. Incredible Hulk, Ultimate Destruction, South Park, The Fractured Butthole en Batman Begins. Batman Begins? Ja. De filmgame ook? Ja. Waarom was die goed? Omdat die was niet per se heel goed, maar voor mijzelf is dat een honorable. Ik vond dat gewoon toen was het een hele vette game. Maar een honorable mention is dat je wil die even credit geven. Voor mij is dat. Hmm. En mijn lijstje is de top 5 van beste superhero games ooit. Hè? En dan zitten hier nu al. Want dat is een hele schale lijst. De Wolverine. Er gaat een hele schale lijst. Dat gaan jullie vinden. Ik begon mijn lijst samen te stellen. Oké.
superhero die moet mensen redden. Dus ik begon met, oké, in welke game heb je het meeste gevoel dat je echt de wereld een betere plek aan het maken bent? Ja. Maar halverwege mijn lijst was dat, dacht ik, oké, maar ik wil gewoon ook heel vaak Batman zeggen. Dus dat ja, is wat ik moet wel heel eerlijk, ik denk dat Batman is... Ja, het staat gewoon hoog op de lijst. Net zoals natuurlijk de Spider-Man games. En dat denk ik wel de twee vaandeldragers van goede superhero games. Ja. Ik heb uiteindelijk op een gegeven moment gekozen voor nou, daar komen we straks wel bij eigenlijk. Okay. Jij hebt een top 5, dus begin ook maar met je nummer 5 dan. Op 5 heb ik Infamous. Ja. Ook weer uitgaande van ja, echt het gevoel hebben dat je de wereld echt aan het redden bent. En mensen, dat had deze game heel erg. Ik vind de powers niet cool als de powers die het zijn. Maar ik vond het wel powers die heel lekker speelden. Ja. Je had dit tegelijkertijd met Prototype. Kwam er toen een beetje uit. Die stonden tegenover elkaar. En Prototype was wat cooler qua hoe het eruit zag. Maar ik vond Infamous de leukere game. En ik had echt het gevoel dat ik een held was. Volgens mij kon je ook de bad kant op gaan. Maar ik weet niet of het de tweede was of de eerste. Het was gewoon echt een drol van een karakter. Gewoon een hele erg grijze muis. Maar gewoon game-wise en het gevoel hebben van de held van de stad zijn, vond ik dit echt een hele vette game. Ja, dit was een goede game. Ja. Ja. Ik heb hem nooit gespeeld. Hij trok mij gewoon niet die hele Infamous serie. Nee, en dat snap ik heel erg, want ik kwam er ook... Ik denk dat ik dit pas heel laat heb gekocht. Toen het, weet je wel, dat had je toen de Platinum-achtige serie. Of waarschijnlijk was dat... Jawel, dat was toen ook nog. Omdat ik het inderdaad gewoon... Ik vind die character niet cool en ik vind die powers er ook niet per se heel cool uitzien. Dat is een sucker punch, toch? Ja. Ja. Maar toen ik het eenmaal aan het spelen was en er echt in zat, vond ik het wel... Ja, de game deed gewoon een hele hoop leuke dingen met de powers. En het verhaal was ook wel aardig. Het verhaal was funny. Ja. Of funny, gewoon leuk inderdaad. Ja. En het werkte ook lekker met je kreeg dit belletjes van wat je moest doen. En ik weet niet, ik vond het gewoon... het zat heel leuk in elkaar. En het speelde ook gewoon lekker. Dus... Ja, en het gaf je het gevoel dat je echt steeds een sterkere, coolere character was. Waar dat bij Prototype was je eigenlijk heel erg verdrietig dat je nadat je het begin alle powers had, alles kwijt was. En dat het heel lang duurde dat je echt cool was. Ja, dat is heel classic. Dat deed deze game ook wel, maar ik vond het hier wat lekkerder lopen. Dat je wel steeds weer het gevoel had, oké, ik kan nu echt weer iets nieuws. Ik heb het naar mijn zin. Het was vet om over die sporen, die treinrails heen te sliden. Met je. Ja. Dus dat werkte gewoon heel lekker. En ja, het is inderdaad, als die character cool was dit denk ik echt een echte classic geweest. Maar als een superhelden game vind ik dit wel een game die je echt het gevoel geeft dat je een held bent. Een van de allerbeste of all time? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja, is hij dat... Ik kan me er niks bij voorstellen, man. Omdat de superhero games nooit zo goed zijn. Dat is echt het ding. Want, ja, okay. En sterker nog, zelfs in maar normale games... Ik kan niet tot meer dan 3 komen. Omdat dat zeg maar van, ja, om iets... De vetste van een all-time te vinden. Nee, superhero games of all-time. Ja, ja, snap dus... ik. Maar dan moet het een bepaalde maar ook, ding raken. Maar, ja, maar ook dus in de general gaming dingen... is dit considered a good game? Ik vind het wel een opmerkelijke keuze. Ik had deze niet verwacht. Ik had echt wel meer... Ja, zeker. Ik had meer rijtjes. Marvel, DC... Maar uiteindelijk zijn die... vind ik dan dus vaak niet zo heel goed. Ja, kut. Ja, nee, zeker weten. Ik ben helemaal met je eens. Wat, ik heb net iets bedacht. Stel, we zouden dan de ladder... van dit soort games moeten spiegelen aan hoe films, superhero films zijn. Want die range wel van magnificent tot mm-hmm. very shitty. Ja. Hoe relateert die zich deze film ongeveer voor je gevoel Hancock. Met... vind ik een hele goeie. Ik wou zeggen, voor mijn gevoel zou dat ook ongeveer zo zijn. Echt, ja. Dat is echt een hele smart film, want het is niet een slechte film. Nee. Het is een superhero die niemand kent voor de rest, want er is ook voor de rest niks van. Of nu, misschien zat er wat graphic novels van, weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval niet heel bekend. Dit is inderdaad Hancock. Ja. Wat niet de worst is, maar ook zeker niet het vetste. Nee. Nee. Nou, dan heb je nog een nummer 4. A good time. Ja. Gaan jullie hebben toch wel allemaal 5? Ik heb er 3. Nee, ik heb er wel 5 uiteindelijk. Oh, maar met hetzelfde idee van, ja, het is niet de beste. Nee. Ja, maar ik heb ook wel geprobeerd, want ik zou eigenlijk dan de top 5 al wel kunnen vinden voor mij persoonlijk, gewoon met alle Arkham. Dus ik heb dat ook wel niet expres gedaan. Nee, ik ook. Ik heb gewoon inderdaad een Arkham game, gewoon om dat de serie dan te doen. Want ja, precies. En dat is dan ergens stom, omdat ik dan maar 3 games heb. Maar ik heb datzelfde namelijk gedaan met Spider-Man, maar daar komen we zo op. Oké, 5. Ik heb 1 honorable mention. Die moet ik wel even noemen. En het is een honorable mention omdat hij eigenlijk in mijn top 5 zat. Maar ik mijn top 5 iets diverser wilde hebben dan dat ik op dat moment had. Ietsje meer fluide, inclusief. Ja, denk het wel. mijn honorable mention is Turtles Tournament Fighters. Ja. Maar dan wel de Super Nintendo versie. Want die was wel echt superieur ten opzichte van de NES en de Sega Mega Drive. Ik vroeg jij net toen ik op de redactie kwam. Hey Koos, zijn de Turtles superhero? Ja, je zou ze niet scharen. Zijn Jedi.
superheroes. Je zou ze, nee, daarvan zou ik echt oprecht zeggen niet. Nee, hoezo niet? Ze hebben force powers. Ja, ja, tuurlijk. Maar ja, ik vind het meer. Maar hebben ze die ook op aarde? Of, en is de zwaartekracht daar gewoon anders? Maar maakt verder ook niet zo heel veel uit. Maar Turtles, ja, 100% superheroes ook. Dan zou je daar misschien niet als eerste aan denken natuurlijk. Maar weet je, deze game, het is 100% natuurlijk een soort van halve Street Fighter clone. Daar zijn ze ook wel echt hard voor gegaan natuurlijk. Maar de artstijl is echt fucking amazing. Maar zijn jullie dan ook een Turtle game? Het is ook heel Street Fighter hoor, de artstijl. Ja, ja, zeker. Maar ik bedoel van, als je het design van de Turtles kijkt bijvoorbeeld, weet je wel. En ook van bepaalde stages. Deze stage is niet zo heel bijzonder. En ze hadden eigenlijk wat ambitieuzere plannen ook voor die stages die naar verschillende levels tegelijkertijd zouden gaan. Mm-hmm. Dat hebben ze uiteindelijk eruit moeten slopen. Maar het zijn Turtles gebaseerd op de comics. Ze zijn ook wat meer violent. Ze hebben geen pupillen. Dat vind ik sowieso altijd al wel een goede keuze voor de Turtles. Ja. En hier zie je dat niet. Omdat dit denk ik de story mode is waar we nu naar kijken. Maar als je de tournament mode gaat kijken, dan heb je ook nog een special. En dat is een balkje die je kan vullen door of moves te doen of door shit te blokken. En wanneer dat balkje vol zit, kan je één super aanval doen en die is ook echt insane over de top en echt super vet. En ja, ik vond het echt een gruwelijke game. Ja. En de Shredder die hierin zat, die was nog veel, veel toffer. Maar omdat dit zijn superheroes, omdat ze superpower hebben. Ja. En de wereld redden. Ja, en heroes zijn. Yep. Dus maar dit vind je de vetste Turtle game ook dus? Nee. Oké. Okay. Oh. Ah. We krijgen drie Turtle games dadelijk te horen. Nog. Daarom zei ik al. En twee Spider-Mans. Dan denk ik als ik coaster smaak mag. Nee, dit was de honorable mention. Ja. Okay. Vandaar dat hij ook in de honorable mention zit. Zodat ik niet alleen maar Teenage Mutant Ninja Turtles natuurlijk in mijn top 5 heb. Ja, ik wilde net als bij de honorable mentions wilde ik inderdaad dan Street Fighter aanbrengen. Vind ik ook superheroes. Dat keur ik niet goed. Redden maar die de wereld? Sonic Boom? Wie redden die? Dat maakt niet uit. Ze hebben superpowers. Nee, ze hebben superpowers. Nee, maar hero is het. Supervillain game mag ook. Want ik wil dan ook een lans breken voor Injustice. Die eigenlijk wel in deze lijst hoort. Maar ik vind het zelf niet een toffe game. Of als in, ik vind het wel een toffe game. Alleen, je speelt het niet. Ik speel het niet genoeg om voor mij in de top 5 van beste superhero games te komen. Nou, komt hier. Mijn nummertje 5. Injustice. Guardians of the Galaxy. Ja. Voor de PlayStation 5, Xbox Series X. Volgens mij ook PlayStation 4 en Xbox One natuurlijk. En de PC. Ik heb hem op de PlayStation 5 gespeeld. En om maar te zeggen, schaal lijstje qua gameplay. Hele magere game eigenlijk. Maar waar deze game echt shined. Zeker ten opzichte van alle andere superhero games die ik tot nu toe heb gespeeld. De scripting is echt ongelooflijk. Ja. Het is echt zo ontzettend goed gedaan. Bovengemiddeld ook voor gaming in general, toch? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Grappig genoeg is het hier niet de soundtrack die shined. Wat je over het algemeen wel zou verwachten maar bij een Guardians of the Galaxy. Nee, helemaal niet slecht is, maar niet shined. Maar het is echt de familiaire band tussen je crew en jij. Helaas speel je eigenlijk alleen maar met Star-Lord en geef je de anderen wat opdrachten links en rechts. Het verhaal was ook echt heel erg tof, emotioneel en bij tijd en wijlen redelijk diepgaand. Met die moeder, mooie relatie. Was fantastisch. Echt kippenvel nog steeds als ik daaraan denk. Heel goed geschreven. En zelfs ook nog wel een paar stukjes waar ik eerst twijfels over had. Van oké, stel dat ik nu echt hele andere keuzes maak in mijn dialogue trees. Ga ik dan echt een andere game krijgen? Ik kan me niet voorstellen hoe deze game is opgesteld. Maar echt nog bepaalde gedeeltes van de game liepen echt compleet anders. Ja. Ook al kom je uit op hetzelfde einde, weet je wel. Nice. Ik vind het dan toch ook altijd moeilijk om iets anders te kiezen. Ik heb hem dus een tweede keer gespeeld. En dan vind ik het toch moeilijk om ineens niet aardig omdat te zijn. Niet of zo, om Rocket er overheen te gooien. Maar ik moet zeggen, je kreeg echt vette cutscenes ervoor terug. Ja, die zeker. Je nog niet eerder had gezien. En dat is ook de reden waarom ik het alsnog heel even had gedaan om dat te checken. En nog even ook een dikke veer in de reet voor de graphics. Die vond ik ook echt super, super tof en goed gedaan. Ik weet dat we sfeervol de werelden vooral. Ja, en dat we in de review zaten dat er inderdaad beelden voorbij kwamen. Dat ik dacht, dit heb ik helemaal niet gezien. En dat je inderdaad gewoon andere keuzes had gemaakt die toch inderdaad voor een nieuwe... En omdat dat ook de grote kracht is van de game, die dialogen. Als je dan een ander stukje met nieuwe dialogen, nieuwe grappen krijgt, is dat ook heel waardevol. Ja, nee. En waarom deze dan top 5? Omdat deze echt op één plek outshined alle andere superhero games. Ja. Dus dan vind ik wel dat die op 5. Had jij hem ook in je lijst? Nee. Okay. Ik hoop dat ik wil de Space Llama wil ik in de Guardian in de Marvel Cinematic Universe. Oh, die was Space Llama heel dope. En hoe relateert deze zich tot de films, de film realm van dingen? Wat is een leveltje hiervan? Guardians 1 is het niet, hè? De Guardians 1 is wel echt heel erg top tier. Guardians 2, denk ik. Nee, Guardians 2 is echt slecht. Dus nee, dit is wel beter dan dit. Nu stel ik me een hele moeilijke
vraag. Is ook een moeilijke vraag. Maar hij schudt er net aan de hand. Dat was een hele goeie. Die was echt spot on. Maar ik zou niet zeggen Guardians 2. Want, nee. want ja, die shined nergens echt in. Het moet een heel goed geschreven, grappige film zijn die je niet een wil Ant-Man. Spelen. Nee. Eternals. Ant-Man vind ik niet deze hele slechte. Nee, Ant-Man is misschien... Ant-Man, ik vind Ant-Man namelijk ook een hele leuke film. Maar dat, nou, dan zou het Ant-Manish kunnen zijn. Wat inderdaad ook. Maar een beetje mid-league. Maar dat zou iets beter moeten zijn. Want we zijn in de top 5 beland. Het moet beter zijn. Hmm. Wat is er nog meer? Ja. Een Thor Ragnarok. Ja. Wat niet de best is, maar wel goeie funny humor. En goede humor. Ja, leuk geschreven. Ja, Love and Thunder. Deze game is net zo tof als Thor Ragnarok. Nou, ja. Dat is wel een goede endorsement, toch? Ja. Die 4 heb jij natuurlijk nog niet. Nee. Dan komen we bij mijn 4. En dat is, ik heb deze gekozen omdat het is heel makkelijk om te zeggen Spider-Man 2 of Marvel Spider-Man. En daarom... Het is makkelijk omdat het terecht is. Omdat het terecht is. Dat klopt. Want hij heeft denk ik de een en ik heb de ander. Dat klopt, maar ik wilde dus wat lekker alternatief doen. Ik wil anders zijn. Ik wil gewoon anders zijn. En ik heb dat gevoel heb ik ook altijd gekend. Ik ben nu 36, dat hoeft niet meer. Nee, maar ik ben nog geen 36. Nee, dus ik heb nog 6 jaar om lekker tegen draad te doen. Ja. En ik dacht ook, dan hebben we het ook over games. Die anders hebben we het over 5 games waar we het de afgelopen jaren al heel vaak over. Maar we moeten ook een definitief lijstje moeten. Omdat het dan terecht is. Nou, dan snap ik het spel niet. Nee, je snapt inderdaad de opdracht niet. Spider-Man 2 dan. Nee, ik heb Ultimate Spider-Man meegenomen. En ik heb de DS-versie meegenomen, omdat ik die als eerste speelde. De DS-versie? Gek! Ja, nee, maar dit was ook weer. Dit was toen ik nog in mijn lijstje bezig was met het gaat om mensen helpen. En dit was ook een game waarbij je echt heel veel mensen kon helpen in de levels. Wat doet hij nou? Wat is hij nou? Een auto. Hij zit op 69, man. Nee. Nee, dit ziet eruit als een drollebak, Louis. Okay, sorry. Nee, maar het komt erop. Nee, wacht nou even. Dit is moet niet op een DS. Een top 5 games die jij aandacht wil geven. Nee. Het is toch mijn top 5 super. Ja, maar geloof niet dat dit jouw is. Wacht nou even. Dit vind ik goed. Jawel, het gaat om mensen redden. En die man lag onder een brandende auto. En dan moet je dus eerst het water eroverheen. Nee, je moet eerst water moesten over de auto. Zodat je meer tijd hebt om te redden. Dus het was een soort time management game om al die mensen te helpen. Daarnaast had je levels met Venom. En los van deze DS-versie die ik als eerste heb gespeeld, is Ultimate Spider-Man op de PlayStation 2 ook gewoon een hele vette game. Die vooral als je Venom bent, de game mechanics heeft van mijn al eerder credits gegeven Ultimate Destruction Hulk game. En het is gewoon heel vet om met Venom door de stad heen te rachen en alles kapot te maken wat er is. En ik kwam als eerste in aanraking met deze DS-game. Daarom heeft hij voor mij meer waarde. Maar zeker die PlayStation 2 en Xbox-game zijn gewoon heel erg vet. En dat is ook nog eens een keer, deze is gemaakt door de developers van Spider-Man 2. Dus het heeft nog die vette... hoe heet dat? Sling. Is dit gemaakt door de... Nou, door de DS-versie waarschijnlijk niet, maar de console-versie wel. Dat is Treyarch namelijk. Ja, nou in ieder geval door dezelfde developers. Want ik heb toevallig gisteren nog een interviewtje erover zitten kijken. Niet toevallig, doordat we het hierover hadden. Ja. Over die guy die... Dat zou ik wel heel toevallig vinden. Die de mechanics in Spider-Man 2 had gemaakt. En die dan de nieuwe Spider-Man ging spelen. Maar goed, jij hebt hier waarde van, maar dit ziet er niet uit als een goede game. Nee, maar als je de PlayStation 2... Ja, ik denk niet dat we de beelden van de PlayStation 2 versie hebben. Nee, maar die heb je niet aangevraagd. Nee, als je die ziet, dan word je denk ik wel enthousiast. Het heeft een hele vette artista... Het heeft gewoon die Ultimate Spider-Man saus. En die is gewoon heel vet. Maar heel eerlijk, ik vond het echt een waardeloze game. Ik vond hem echt heel vet uit. Ik heb hem onlangs nog gespeeld trouwens. Denk een halfjaartje geleden op de PlayStation 2. Ja. De PlayStation 2 versie. Ja. En het ziet er echt amazing uit. Ja. Die artstijl is echt heel vet. Cel-shaded. Ik vond het slingeren... hadden ze anders gemaakt ten opzichte van Spider-Man 2. Want het was nu rechts, links. Rechts, links hoe je moest swingen. En bij Spider-Man 2 was het echt alleen je rechter trigger. Ah, is dat zo? Maar daarna is het wel rechts, links, rechts, links geweest. Tenminste, wat ik heb gespeeld... Mijn herinnering was juist rechts, links, links, rechts. Volgens mij kun je dat wel instellen in ieder geval, dat... In Spider-Man 2? Ja. Staat niet standaard in ieder geval. Dan is het echt alleen de rechter trigger. Maar bij deze is het rechts-links. Dat is gewoon echt je rechterarm en je linkerarm. Maar dat is daar altijd gebleven. In ieder geval, of het nou Spider-Man 2 is, deze voor mij. En degene die dat slingeren zo'n feestje heeft gemaakt, die verdient een medaille. En daarom past heel veel Spider-Man games. Want ik vind dat er weinig echt slechte zijn. Die op de PlayStation 1 was bijvoorbeeld ook cool. Je had laatst nog die 4 dimensies. Die was ook best wel cool. Shadow Dimensions, ja. Nee, ja. Nou, die idee. Het doet gewoon wel goede dingen altijd. Het geeft je het gevoel van Spider-Man zijn. Ja, en zeker. De wereld redden. En daarom staat hij in mijn superhelden top 5. Oké. Okay.
Dit was nummer 4 dan van jou, toch? Ja. 4. Even kijken. Ik heb ze niet in volgorde. Dus ik ben nu, as we go, ben ik gewoon de lijstje aan het maken. Dan zet ik op nummer 4 Marvel vs. Capcom 2. Want dat is ook de reden waarom Turtles Tournament Fighters uiteindelijk in de Honorable Mentions is beland. Maar Marvel vs. Capcom is zo'n ongelooflijk legendarische serie. En, zie je, maar dan zijn het toch superhelden. Want ze nemen de fucking Ryu's nemen het op tegen superhelden. Dus dan zijn ze zelf ook zo powerful. Nee, juist niet. Dan zijn ze de supervillains. Ja, oké, okay, maar ik bedoel meer van dan zijn ze even powerful. Dus dan omdat ze ook Hadouken en wat. Of heel gewoon fireballs kunnen. Je kan proberen te weaselen hoe je de Wild Street Fighter 2 zijn geen superhero's. Ja, ik vind maar, het wel. Maar maakt niet uit. Jawel, het is gewoon jouw 4. Maar Marvel vs. Capcom was echt ongelooflijk. Het was zo ongelooflijk. Je ziet het ook hoe het eruit ziet. Het zet ik vind dit niet mooi meer trouwens. Dit is echt een hele nee, deze cutscenes zijn heel ja, kut. Maar als je de gameplay ziet, alsjeblieft ook gameplay laten zien in plaats van deze shit. Want dit geeft het juist een hele slechte herinnering. Kijk, die sprites waren echt ongelooflijk. Ja. De animaties waren echt ongelooflijk. En ik vond het juist het hele vette dat je dan toch wel 3D-achtergronden had ook inderdaad, ja. En teams inderdaad, want je kon gewoon tagteam kon je dit spelen. Met 3 karakters aan je zijde op een gegeven moment. Ja, dit vond ik zo ongelooflijk next level. Ja, Mega Man tegen Iron Man, weet je. Dan krijg je toch een nerdboner van. Ja, insanity. En het ding is, ik vind het echt zo jammer dat de Marvel vs. Capcom serie, weet je, we hebben 10 jaar lang niks meer gehad, omdat natuurlijk die license was vervallen. En ik moet zeggen, ik vind hoe die nu in 3D is teruggekeerd, ik vind het niet zo leuk. Nee, heb je niet ook DC versus Capcom? Of weet je, dat soort shit? Je hebt heel veel, want het kwam allemaal uit de arcade. Ook Marvel vs. Capcom kwam oorspronkelijk uit de arcade natuurlijk. Ik heb hem op de Dreamcast gespeeld. En ik denk ook dat we hier naar de Dreamcast versie kijken. Ga dit absoluut spelen. Dit is nog steeds top tier. Dit is nog steeds een van de vetste fighting games ooit gemaakt. En hebben ze ook allemaal echt de powers die ze hebben kloppen ook helemaal bij, maken sens bij de characters, zeg maar. Ja, nee, zeker. Dit was echt heel goed gedaan op een gegeven moment. En ook die supers, weet je wel, echt amazing. Echt amazing. Ook die panels die je dan over je beeld ziet sliden. Wie zijn er, welke site is er toffer, Capcom of Marvel? Ja, voor mij was het 100% Marvel. Ik vond het alleen al gruwelijk om Spider-Man in een fighting game alle kanten op te zien springen. Maar allebei de rosters zijn vet hoor. Zeker, maar ik ben iets meer ook van de Marvel. Die hebben ook meer backstory, denk ik, toch? Nee, ik heb heel veel ook met de Street Fighter characters inderdaad. Maar niet zoveel met heel veel andere Capcom dingen. Hoe verhoudt hij zich ten opzichte van de films? Dit is top tier. Dit is Civil War 2, alles komt bij elkaar. Dit is Civil War. Ik zou net geen Endgame noemen, omdat het mist iets emotioneels. Ja. Civil War wel, ja, zeker weten. Daar ben ik helemaal met je eens. Zal ik dan mijn nummer 3 doen? Ja. Ik had eigenlijk eerst mijn nummer 2, maar nu omdat hij hier een beetje op aansluit, dan zeg ik nu gewoon Spider-Man 2. Ja. Omdat... want ik heb het vermoeden dat jij zo meteen Marvel's Spider-Man gaat dumpen. Ik wilde eigenlijk Spider-Man 2 ook zeggen, maar die heb ik expres niet gekozen. Nee, want ik snap dat jij natuurlijk, omdat het een nieuwere game is, de ding is. Maar ik vind... Dit was groundbreaking. Ja, ik vind dat dit is... Marvel's Spider-Man van vorig jaar of wat dan ook is geen andere game dan dit. Nee. Je doet precies hetzelfde. En deze game komt uit 2000, weet ik wel. 1, 2? Toen Spider-Man 2 uitkwam. Volgens mij kwam die zelfs nog iets ervoor ook. Is dit dat je pizza rond moest brengen of was dat de eerste? Ja, deze. Ja, dat kan, maar het is meer gewoon nog steeds. Weet je, het is die open wereld. Je was daar aan het webslingen. Wat gewoon, dat was in 1 natuurlijk ook al leuk, maar dat is gewoon in deze game beter gedaan. En je had al die opdrachten. Dit is gewoon een prototype open wereld game. En zo vroeg eigenlijk. En ook nog eens voor een franchise game. En nogmaals, ik heb vooral deze gekozen. Omdat ik was door Marvel Spider-Man zo underwhelmed. Omdat het gewoon voelde als een 2004 game. En ook als je dit ziet trouwens. Hè, mensen moeten echt een bek houden. Dat Insomniac Spider-Man de combat systeem heeft gehad van Rocksteady. Dat check dit. Ja, je ziet wel dat zij zijn wel toen zij die game... Check dit, dit is dezelfde game. Ja, maar zij zijn daar ook zo ingestapt. Zij dachten, we kunnen geen nieuwe Spider-Man game maken als we niet dat slingeren. Tuurlijk. On point hebben en het zo goed is als dit. Daarom zitten ook heel veel moves in de nieuwe Spider-Man die duidelijk gewoon een nostalgische
Ja, maar ik vind het dus erg zonde dat ze er niet een 2020 game van hebben gemaakt toen. Maar het is niet meer speelbaar, moet ik zeggen, hoor. Nee. Want ik heb ook deze een paar maanden geprobeerd toen ik een Spider-Man special stream deed of zo, whatever the fuck. En toen heb ik ook Ultimate gespeeld, maar toen heb ik ook deze gespeeld. Deze speelde nog kutter dan Ultimate. Ja. Hoe heet het? Het is ook volgens niet helemaal het verhaal van de film. Er komen aliens ervoor en weet je, Mysterio. Wat dat betreft erin. Vond ik één vroeger cooler, omdat dat wel heel erg de film. Ja, maar die speelde in principe speelde die nog kutter, toch? In ieder geval, daarom heb ik deze gekozen om in mijn hoofd dat de open world mechanics waren gewoon veel minder. Ja, maar ik was, dit was echt wel voor die tijd echt groundbreaking. Ja, ook, want hier had je toch ook gewoon dat je random side quest gewoon dat je ergens kon landen omdat er een collectible was. In de eerste ging je webben gewoon in de lucht. Ja, zeg maar. En dit was, precies hier, dat was het ding hiervan. Dat is van de AI ervoor zorgt dat je altijd een gebouw. Ongeveer. Maar ook, waardoor ook je ook dus als je in het park kwam, dat je niet kon. Dat was precies. Cool. Maar ook dat vond ik kut in de nieuwe. Ook gewoon dat ze Manhattan helemaal hebben nagemaakt. Weet je wel. Dat was echt voor die tijd was het echt insane. Ja. Hoe gedetailleerd en groot en wijd het was. En dat de auto's reden en shit. Ja, ik vond het gruwelijk. Ja, daarom. Dus ik vond vooral dus gewoon worthy. Omdat ook mensen redden. Omdat hij gewoon... je speelt dit nog steeds, dit soort games. Kijk hier, letterlijk deze auto. Vandalisme. Speel je nog steeds ook. Dat zit ook in die laatste. Ja, maar dat moet ook wel in die laatste zitten. Maar die laatste die bracht ook wel nieuwe dingen. Die bracht een heel sterk verhaal. Slingeren was lekkerder dan ooit. Wel minder. Ja, maar nieuwe dingen. Het verhaal is een verhaal. Het bouwt hier bovenop. Ja, op door. Wat is... even kijken. Hoe zullen we dit spiegelen naar... De film Spider-Man 2? Nee. Een klassieke uit zijn tijd, Avengers maar je moet film. Het nu niet meer kijken. De eerste Avengers film. Omdat die eerste Avengers... Had dat gevoel meer. Van, ja, wow, dat. Allemaal bij elkaar. Dat had je gevoel van, wow, ik had daar heel fucking... Want we waren net al bij Civil War. En Spider-Man 2 is niet zo vet als Civil War. Ik zou het dan meer Iron Man noemen. Iron Man is ook vet. Vind ik ook een groei. Dat vind ik ze alle twee vet. Ja, maar dat komt hier niet van alles bij elkaar. Het is gewoon iets. Jawel, een open world voor. Ja, oké, maar het doet wel iets. Het doet zeg maar dat slingeren had je nooit verwacht dat het kon. En dat was met Iron Man ook. Nee, ik vind ze alle twee. Want het zijn alle twee. Ik blijf bij Avengers gewoon de sense of wow. Vind ik alle twee vet. Jouw nummer 3. Dit is wel weer een beetje een persoonlijke. Maar Transformers voor de PlayStation 2 en Xbox. Dat is niet degene die op de films is gebaseerd. Maar gewoon is dat die War for Cybertron? Dat daar heb ik ook over gedacht. Dat is veel later. Maar dat is echt wel. Die had niet bestaan zonder deze zijn game. Zijn het superheroes? Dat heb ik over naast te denken. En toen dacht ik, het zijn aliens op aarde die hier sterker zijn dan anders. En de wereld redden. Dus dat maakt ze eigenlijk precies hetzelfde als Superman. Ik zou ze geen superheroes noemen. Maar wel een beetje. Het schuurt wel qua genres. Ja, het zijn aliens. Zeg maar, we schuilen het onder popculture. Ja, maar hoe is dit anders dan Superman? Maar als het aliens zijn... Omdat hij geen cape heeft en een robot. Hoe heet dus, het Super... Ja. Nee, ik snap hem hoor. Als je hem zo inderdaad relateert, mogen we hem er niet uitkicken. Maar anders had ik het gedaan. Nee, maar aliens is niet een goed genoeg argument. Maar want ik wist dan kan dat je ook zeggen, het is een sci-fi, weet je wel. Nee, maar het is toch hetzelfde als Superman? Dat is mijn punt. Sterker nog, daar heb ik heel lang over naast gedacht, want ik wist dat we hem eruit gingen gooien. Ik weet namelijk niet, Superman heeft echt heel veel superpowers. Deze guys hebben niet per se superpowers, ze kunnen alleen transformeren. Ze zijn techniek. Bovengemiddeld sterk. Ja, omdat het supergrote dingen zijn. Dus dat is niet relatief gezien zijn ze denk ik niet sterk. Maar ze zijn wat ze willen. Staat, Het is in ieder geval, was het gewoon echt, en je redt letterlijk. Wat voor soort game is dit? Nee, precies, wat voor soort game is dit? Je wordt steeds in open werelden gegooid, waar je eigenlijk gewoon een hele hoop dingen kapot moet schieten. En dan uiteindelijk heb je een eindbaas. Maar wat het gewoon zo vet was dat het gevoel van het transformeren, wat voor mij... Ik weet niet of het de eerder was, maar voor mij was dit in ieder geval de eerste keer dat je dat... Je kon de hele tijd van je vehicle mode naar... dus het is niet zo dat je... Dat was het vooral, denk ik. Je had vroeger heel vaak bij dit soort games had je een level dat je de auto mocht zijn. En dan ging je het volgende level en dan was je de robot. En dit was gewoon... Je kon elk moment dat je wilde, kon je gewoon transformeren. Wat ook moet wel bij een Transformers game. En dan you just blew shit up. Maar vooral dat transformeren, dat was zo'n... Is dit Optimus Prime? Hij ziet er weird uit, man. En hij ziet er PlayStation 2 uit. Ja, hij ziet er heel klein uit of zo. Klein en een beetje de comic. Ook, je hebt van zo'n comic waarbij het iets meer chibi-style is. Ah, oké. Of is een cartoon. Maar het meest weirde aan deze shit vind ik... Ik ken het niet. En voor mijn gevoel zou ik dit moeten kennen. Nee, daarom wilde ik het graag ook. Want ik heb het gevoel dat het niet... Dit wordt bijna nooit genoemd, maar ik heb hier echt... vet veel plezier aan gehad. En daarna zijn er alleen maar shitty games uit... Ja, tot War for Cybertron dan. Ja, die zijn maar daarna zijn er alleen maar shitty games gemaakt... die op de film gebaseerd zijn. En dit was gewoon echt een passieproduct voor Transformers. En ziet er niet uit als een hele goede game... als ik er eerlijk in ben. Nou, het voelt wat leeg nu.
Maar het kan ik wel relateren. Het was wel gewoon een goede game eigenlijk. Was heel weinig mis mee. Dat rijden was cool. Hoe lang duurde het? Geen idee, want ik was hier belabberd slecht in. Dus ik kwam nooit of heel ver. Ik was hier met mijn lijst overgestapt van de wereld redden naar welke game laat je echt, geeft je het gevoel van de superkracht van een superheld. En dat transformeren was hier zo cool dat ik deze gewoon een plekje wilde geven. Ja, je wilde gewoon weer even een gekke name drop doen, want echt een superhero game. Nee. Het zijn superheroes, man. Je ne sais quoi. Het zijn de supermans van deze... Nee, Superman is veel. Superman, echt die al die Transformers een nieuw asshole. Dat is wel. Het is ook niet alsof ze ammo nodig hebben. Hè? Nee. Dus ze hebben gewoon schijnbaar. Het is sperma. Zit in ze. Het is sperma. Dat gaat ook nooit op in ieder geval. Net als Spider-Man 1 en 2 en 3. Fair. Inderdaad. Kom. Dus. Anyways, wat is jouw nummer 3? Superman. Even kijken. 3, toch? Ja, 3. Maar wat ik zei, make it up as I go. Dan ga ik op 3 toch wel heel even deze erin gooien. Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Turtles in Time, tuurlijk. Wat als je moet hebben over de beste Turtles game, dan moet het deze zijn natuurlijk. Zeker. En geen enkele andere, ook al zijn er gewoon meerdere vette Teenage Mutant Ninja Turtles games. Ook deze komt oorspronkelijk vanuit de arcade natuurlijk. Is daarna ook naar de Super Nintendo gekomen, waar ik hem in ieder geval op heb gespeeld. En ook deze laatst nog gespeeld, ik denk vorige maand of zo. Redden zij de wereld? Jazeker, in verschillende tijdperken zelfs. Ver. Ja, oké. Okay. Ja. Deze vooral, ja. Ja, ik moet zeggen, ik vond het... Dit zag er al vet uit. Dit waren cutscenes. En dat was voor die tijd was dat nog niet heel erg normaal. Alsof en je de tekenfilms zat te kijken, toch? Het was enorm gedetailleerd. En ik moet zeggen, ik ben altijd slecht geweest in deze soort van side-scrolling beat-em-ups. Maar ik vond ze altijd fantastisch om te spelen. Same. Ja. En deze net zo. Gruwelijke game. Er zitten bepaalde moves in. Er zitten super moves in, zoals die je hier ziet. Je kan gasten oppakken en heen en weer slingeren. Kanten opslaan, je kan hem oppakken en naar het scherm gooien. Dat heb je zelfs op een gegeven moment nog nodig bij een boss battle tegen Shredder of Krang. Mm-hmm. Een van die twee moet ik even. Krang volgens mij. Ja, het is een van die twee. En je kon dit met 4 man tegelijkertijd spelen in de arcade en met 2 thuis. Dus, ja, wat wil je nog meer? Niks, inderdaad. Ja, het is een fucking vette game. Ook gewoon top league gaming. Ja, en los heel even van de graphics die er al in het scène uitzien. De soundtrack, die zijn misschien nog wel het meest. Sewer Surfing, zoek het op. Fair enough. Maar vaak zo, hè, met Turtles games, dat die gewoon vette echt nummers hadden met een naam. En dat je denkt, dit is amazing. Ja, nee, dat heeft deze hele game van begin tot eind eigenlijk wel. Kijk, hier nog een speciale move. Dit is denk ik wat we vaak bij, wat we nu zeggen, dat we dat vroeger altijd misten. Dat het echt liefde gaf, dat het gewoon het gevoel gaf wat je wilde bij... Wat je al had bij die karakters uit de films, comics, whatever. Je wilde natuurlijk dan ook het echt een keer zelf doen. Dus je wilde gewoon huishouden als zijnde een turtle. En dat kon inderdaad in dit soort stuff. Ja. Maar dit is al een game die begreep wat de turtles zijn. Dat was gewoon heel erg. Dat maakt het zo vet. Hoe verhoudt deze game zich tot films? Want we zitten nu boven Avengers. Civil War. Ja, het heeft de kwaliteit. En het heeft me echt Civil War heb je al genoemd. Nee, die heb ik zeker niet genoemd. Is het niet gewoon de eerste Turtles? Met gewoon de nostalgie. Nee, dat is niet zo goed als Civil War. Toch? Jij moet je bek houden. Is dat wel zo? Ga met je mee. Ja, zeker. Ja, is dat vetter dan Civil War? In jouw realiteit? Even vet. Ja. Oké, dan geven we deze. Hoe was jouw War for Cybertron? Was gewoon een zo'n Michael Bay Transformers film. Daar zet ik hem neer. De eerste dan. Die was nog wel... Prima. Als je de humor eruit knipt, prima te doen. Prima. Ga ik naar mijn nummer 2. Jij haalde hem net al aan bij Infamous. Prototype. Omdat waar Infamous, precies wat je zegt, is de Netflix superhero serie gevoel. Namelijk B en soort van niet zo vet. En in Prototype was je letterlijk een bolletje kanker. En je kon daar gewoon zo onwijs fucking huishouden. Dat dit was de game die mij als eerste het gevoel gaf. Ik vind het vette keuzes voor jullie. Weet je, voor jou Infamous en voor jou... ik ben nu alweer de naam. Prototype. Deze Prototype inderdaad. Ja, toffe keuze die ik niet zo 1, 2, 3 Shapeshifting aan had gedacht. Nee, deze niet.
Nee, gewoon ja, jij ook trouwens met je Turtles en wat dan ook. Een Turtle Fighting Game in de best superhero games ooit zetten. Dat is ook, noemen we dat, ja, gewoon verrassend. Maar hier dit, op een gegeven moment, je begon inderdaad, weet je, met veel te veel kracht. En dan word je dat afgenomen, nou, whatever. Maar hierbij, waar je dus bij Infamous soort van je net... en dat is denk ik expres gedaan, maar inderdaad, je kon gliden. En je kon een beetje over de train rails en wat dan ook. Hier kon je gewoon Spider-Man-stijl bijna gebouwen oprammen. En waar Spider-Man altijd... dat is een goody two-shoes. En dat was gewoon, weet je, een dude in een mayo. Is dit inderdaad gewoon een soort van bijna H.R. Geiger-achtige soort van rare... Ja, het is een anti-villain ook, toch? Ja, heel erg. Inderdaad. Dus dat anti-hero, was sorry. Anti-hero, niet zo goody two-shoes. En je kon echt nog veel meer huishouden dan in die andere game. Ik denk dat ik pas recent, weet je, als je weet ik van met Hulk Smash of een beetje rondrent in Marvel of wat dan ook, dat ik hetzelfde gevoel had. Maar je kon hier zo onwijs huishouden. En dat voelde ook heel goed. Ja. Dus dat ik dit wel... ja, ik vond dit fucking episch. Ja, dat is een beetje hetzelfde als met die nieuwe Spider-Man games. Maar dat gekke vette kracht. Dat rondslingeren is niet... dat blijft lekker voelen. Als ik die game nu opzet, vind ik het weer leuk om gewoon even een kwartiertje rond te slingeren. En dat is hiermee ook, je kan zeggen van ja, je bent op een gegeven moment zo overpowered dat het eigenlijk dat je niet dood kan. Ja, maar dat is dus, maar dat hou ik blijft van. Wel, ja, maar het blijft in dit geval ook lekker voelen. Dus het kan heel snel saai worden, maar ja, deze game doet iets dat, waardoor het nou, lekker weet je waar ik iedereen dat, is weet Cannon Fodder. Dat ook goed doet? De Ghost of Tsushima. Weet je, op het einde ben je zo enorm overpowered qua skills en gear die je hebt, weet je wel. Maar je voelt je zo fucking god wanneer je dan zo'n bezet dorpje binnenloopt. En gewoon taunt en laat maar op hem afkomen en dan iedereen helemaal de malle moe. Ja, maar je ziet er chaos bij iedereen. Ja, maar dat is het heeft iets state of emergencies achter. Ja, heel erg. Dus gewoon alles moet kapot. Maar dat is het. Alles moet kapot. En doordat jij alles kapot maakt, red je alsnog weer de wereld op een gegeven moment. Of eigenlijk New York. Omdat dat fucking virus is er. En je moet gewoon door zelf ook, weet je, full-on virus te gaan. Een hele actuele game eigenlijk. Ja, inderdaad. Red je eigenlijk de wereld. Dus ja, nee, ik vind het... dit was een van mijn favoriete superhero games. Ja, heel cool. En waar staat hij? Waar goeie. Films? Nou, als kijk, deze game gaf mij het gevoel op een gegeven moment Bruce Banner zegt van that's a trick, I'm always angry, en dat hij dan gewoon Hulk Smash doet. Dus ik denk dat Avengers 1. Dat is Avengers 1. Ja, we zitten ook wel in de top 2 nu, dus dat is, mag wel Avengers. Eigenlijk is het ook weer Avengers. Ja. Ja, dat mag. Ik bedoel, weet je, dit zijn de top 5 beste superhero games, dus dat moet ook wel top tier Marvel films dan zijn. Als we die ladder gaan vergelijken. Nou ja, of andere games, want nummer 1, wat waarschijnlijk wel ergens wel vaker gaat langskomen nu, denk ik. Nou, misschien heb jij hem niet gespeeld, dus maar bij ons wel, denk ik. Dat gaat dan natuurlijk een DC-achtig iets zijn, of wat dan ook. Maar ja. Who knows? Ja. Wat is jouw nummer 2? Nummer 2. The Adventures of Batman and Robin op de SNES. Ik denk dat dit een beetje is wat jij met de Turtles net had. Dat heb ik met deze Batman game. Het heeft die Bruce Timm design van de animated series gewoon. En, ja, kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Deze heb ik nooit gespeeld. Ik heb hem op de Sega Mega Drive heb ik een keer een Batman gespeeld. Dat was Tim Burton Batman. Ja, die klopt. Die had die fotorealistische weirde stijl. Ja. En dit is gewoon, dit doet de animated series zoveel eer aan. Het is een vrij simpele, van links naar rechts sla iedereen kapot game, maar het heeft zoveel liefde voor Batman. Als kind voelt het ook alsof je hier de cartoon speelt, toch? Ja, 100%. Dat vind ik juist zo gruwelijk aan die 16 en het heeft wel, het had ook vette dingen. Op een gegeven moment kwam je in de doolhof van de Riddler en toen kreeg het een soort van 3D-saus. Dus toen kon je ineens keuzes maken waar je in het doolhof inging. Dan draaide de camera eromheen, soort of, wat toen ook amazing eruit zag. Je had levels waarin je in de Batmobile vloog. Je vecht letterlijk tegen alle vette villains die Batman heeft. Maar dat doe je in 3 moves. Dus je bent zo op een gegeven moment al de vette Harley Quinn en wat dan aan het doen met een punch ding en een trap. In mijn actieve herinnering eraan, ja. Ja, oké, maar dat zie ik nu. Ik zie geen andere moves dan dat. Nee, maar het had dus wel levels dat je in de Batmobile zat en zo. Dus het was wel afwisselend. Ja. Je had op een gegeven moment die fight, met die iconische fight met de Joker op een achtbaantreintje. Dat race zo, nou, het was eigenlijk gewoon een stilstaande trein in de achtergrond bewoog natuurlijk. Maar het voelde alsof je op een trein die fight aan het doen was. Dus, en ik wilde het ook gewoon dezelfde plek geven als de animated Batman series. Omdat het gewoon... Met een product met heel veel liefde voor een iconisch karakter. Prachtig om te zien. Een liefdesbrief aan de Batman. En gewoon nog altijd heel erg goed. Ja? Is het goed?
ik zie hier ook weer wederom een game die soort van volgens mij gameplay technisch niet echt een amazing game is, maar dat het gewoon heel erg goed. Inderdaad, heel dierbaar is voor jou. Ja, maar ook niet elke aflevering van de animated serie zou even goed zijn, maar het heeft ook een speciaal plekje in mijn hart waardoor ik het altijd vet zou vinden. Ja. Cool. Maar ik ben nummer 2? Ja. Ja. Dat is Spider-Man van Insomniac. En dan eigenlijk Spider-Man en Miles Morales. Ja, waarom? Ik vind het eigenlijk superhero games in perfectie uitgevoerd eigenlijk wel. Zowel qua script van het verhaal. Amazing. Graphics. Belachelijk. Ja. Wat ze uit die oude PlayStation 4 al wisten te persen. Maar zeker met de remastered en Miles Morales nu ook op PlayStation 5. Het ziet er echt ongelooflijk mooi uit. Ja. Soundtrack is on point, maar vooral dit. Weet je, door de stad heen slingeren. Dat freerunnen wat die kan doen, weet je wel. Het voelt zo ongelooflijk polished aan. Letterlijk op elk technisch vlak. Technisch perfect, ja. Dat ik denk van, ja, als we kijken naar superhero games, dan denk ik dat dit misschien wel de perfecte uitvoering daarvan is vandaag de dag. En dat hebben ze echt ontzettend goed gedaan bij Insomniac. Wat ik zeg, het verhaal is heel vet. Erg emotioneel ook op het einde. Ik heb gewoon zelfs een traantje moeten laten. Miles Morales proberen ze dat trucje nog een keertje over te doen. Werkt half, maar de game is net zo gruwelijk hoor. En toffe bad guys ook weer, toffe boss battles. Dat ook, ja. Ja, ja, ik wou net zeggen, toffe DLC zat er ook weer bij. Volgens mij was die zelfs gratis. Ik kan niet wachten, Spider-Man 2 komt er natuurlijk volgend jaar aan. Met Venom zit erbij. Een team-up met Miles Morales ook erbij inderdaad. Nou, je kan los door de stad. Het is ook gewoon open wereld inderdaad. Toffe sidequests zit er ook in. Dit is de enige game in mijn leven die ik 100% ik heb. Ook. Ja? Ja. Nee, en Crash Bandicoot. Maar dit inderdaad, ik heb dit ook, for some reason heb ik alles willen verzamelen. Het was heel erg aanstekelijk om dat te gewoon doen. Die side missies waren gewoon tof, leuk, toffe collectibles ook. Maar het gaat ook heel natuurlijk, toch? Het gaat heel natuurlijk inderdaad. En op een gegeven moment, je krijgt gewoon die drang om het even af te maken. En dat is letterlijk ook de enige Platinum Trophy die ik in mijn hele leven heb verzameld op PlayStation. Ja. Maar ja, kijk dan hoe vet die game eruit ziet, jongen. En ook, als je het hebt over oog voor detail hoe Manhattan hier eruit ziet. Ja. En, kijk, dit is de vetste. Dit is het beste wat deze game heeft toegevoegd, denk ik, sinds. Hoe vaak ik dit wel niet heb gedaan? Gewoon om het gebouw zoeken. Ja, ja. En dan die naar beneden duiken, weet je wel. Niet alleen naar beneden springen, maar ook echt duiken. Zoals de opening shot van volgens mij Amazing Spider-Man 2. Ja. Godverdomme zeg. Maar dat is wat deze game heeft toegevoegd aan het systeem van Spider-Man 2. Dat geeft je zo'n gevoel van snelheid. En dat is wat je een beetje mist bij die games. Dus dat, en dat je in het water kan. Maar dat kon ook gewoon niet sneller, omdat ze assets niet sneller konden inladen. Nee, natuurlijk niet. Ja. En ze doen natuurlijk een trucje met dat wapperende effectje aan de zijkant, waardoor je het gevoel hebt dat het veel sneller gaat dan het gaat. Nee, maar Insomniac heeft ook gezegd, we konden letterlijk Spider-Man niet sneller laten rondslingeren in de PlayStation 4 versie. Simpelweg omdat assets niet snel genoeg geladen konden worden. En dat kan nu wel bij de PlayStation 5. Dus misschien gaan we met Spider-Man 2, sneller, als we wat grote veranderingen gaan doorvoeren, misschien inderdaad wat snellere webslingen. Hoeft voor mij niet. Ja, maar, ik hoop wel misschien heb je dan niet met veel dingen gaan aanpassen. Nee, maar ik heb wel want ik vind het namelijk als open world game, en ik ben natuurlijk een open world purist, vind ik het niet heel, het is niet top of that game. Het is geen levendige wereld. Nee, en ik vind jezelf juist de sidequests heel erg soort van inderdaad collectibletjes hier en daar vinden en soort van, er wordt iemand in elkaar getrapt hier en daar. Het voelt niet zo rijk als heel veel andere echte open world games. En dan moet ik je ook wel gelijk geven, want als mensen zeggen, hoezo niet levendig, kijk wat er allemaal gebeurt. Ja, dat klopt, maar het voelt meer als Maduro Dam of robotjes. Dus die wereld is gemaakt om in de lucht te zijn. Precies. Ja, ja maar daarom. Ik moet je wel. En als je de hele tijd moet landen omdat er iemand in elkaar getrapt wordt, heb ik zoiets van: sorry, nu zijn we weer op de Spider-Man 2 niveau beland. Maar ik heb er moet inderdaad, want ik heb bij Miles Morales had ik al een beetje, die heb ik niet uitgespeeld meer, omdat ik dacht: nu, terwijl ik dat ook nog een coolere character vind ook. Dus dat was wel, het was gewoon weer dezelfde zandbak waar je hetzelfde in kon doen met een nieuw pakje aan. Ja, trouwens ook een hele vette twist op bestaande karakters ook in deze game. Dus dat vind ik heel tof gedaan. Ja. Hoe verhoudt deze game zich? De Spider-Man trilogy? Ja, dit is wel echt No Way Home. Dit is gewoon sowieso No Way Home, inderdaad. Ja, gewoon qua impact en hoe goed het is gedaan ook wel. Hommage. Misschien zelfs wel gewoon alle Spider-Man games bij elkaar. Want het is inderdaad gewoon, we zijn al de top 1 tot top 2 materiaal. Dus dan is het gewoon alle Spider-Man films ooit gemaakt zo goed in deze. Ja. Ja. Mag ik mijn nummer 1? Ja. Arkham City. Dat is gewoon, dat is wat de beste is jouw nummer 1? Arkham City. Dat is de beste super. Die voor mij, Arkham Asylum.
Maar daar wil ik het wel graag dan over hebben, waarom? De Arkham series, moeten we denk ik wel over hebben. Ja. En voor mij heel simpel, waarom dan Arkham Asylum en niet bijvoorbeeld Arkham City of whatever. Arkham Asylum is voor mij de blauwdruk van de moderne superhero game. Weet je, dit bouwt natuurlijk ook een beetje verder op, en zeker ook City, op wat Spider-Man 2 heeft gedaan, maar echt next level. Ja. En daar bouwt Insomniac Spider-Man weer bovenop, weet je wel. En wat ik zeg, dit was echt zo goed gedaan. En echt een hele, hele lekkere gritty vibe, wel, moet ik zeggen. Hoor. Ik moet zeggen, ik snap ook wel Asylum. Ik vond ergens City, ergens, hè? We kijken nu naar City, want maar Asylum is letterlijk in Asylum. Vet. Ja, ergens vind ik dat ook wel vet, maar ik vind ik vind City wel de betere game. Ik vond het idee dat je in dat asylum opgesloten zat en het gangetje gaf het ook wel heel veel. Maar dat maakt het een hele specifieke game. Ja. En niet een grootse game. En dit is nog steeds een van de beste open world games ooit gemaakt. 100%. Maar ik zeg Asylum omdat het echt de grondlegger daarvan is. Ja. En dat ook nieuwe superhero games van andere ontwikkelaars wel naar dit kijken daarvoor. En ik vind dat Asylum was de eerste in de Arkham-serie. Alleen ik vind hem zo anders dan de rest van de serie, dat ik zou zeggen dat dit de grondlegger is van de superhero games. Omdat die andere was eigenlijk een beetje een The Batman, een one-off. Ja. Hele andere stijl, want het was heel het was een gangetje. Het was bijna een stealth game. Horror game. Wat? Een horror game. Het was bijna een horror game, daarom. Dus ik vond dat ze naar City toe toen zo'n grote stap hebben gemaakt, dat zonder Asylum was misschien deze niet geweest, City. Maar het was wel echt wat anders. Nou ja, ik vind het gruwelijk. Ik vind het juist daardoor gruwelijk inderdaad. Want ik speelde heel erg, eigenlijk ook zoals ik dat bij Spider-Man speel. Heel erg sneaky, heel erg gebruik maken van gadgets en shit, weet je wel. Is die Dr. Freeze fight, is dat City? Of in dit, want dat is, ik denk dat City. Vind ik echt wat briljant. Ik denk dat hij leerde welke moves je deed, waardoor je iedere keer... Hoe heet die shit? Batman Arkham Origin of Arkham Knight is dat volgens Knight mij? Knight vind ik veel te veel slack krijgen. Die krijgt altijd een soort van... Omdat het de kiddie versie of de meer cartoony versie was van City. Dus ik vind het ook... Het was een stapje terug. Ja, en dit was gewoon... Weet je, het had de grittiness van alle Batman films samen. Misschien wel de meest gritty versie van fucking Gotham. Want dat zeiden we laatst over de Batman. Maar ik denk eigenlijk dat dit hem is. Dit is echt nog veel grittier. Die hele stad is gewoon allemaal bum barrels. En gewoon het is echt, nog minder shit. Realisme. Het is echt nog slap. Meer cartoony in a way. Maar dark wel, maar ja. Ja, nee, dit en dat was inderdaad, de free roaming was vet. Je kon rijden, je kon vliegen, alles zat erin en dat was gewoon heel goed. Combat voelde ook gewoon heel vet. Wat ik zeg van, zij pakte ook weer dat systeem van Spider-Man 2 bijvoorbeeld, maar echt hebben dat zo geraffineerd gedaan, dat is echt insane. Dat is deze game waar het slingeren bij Spider-Man nooit gaat vervelen, is hier dat in elkaar stompen. Dat geeft ook hetzelfde gevoel als dat wij die filmlijst hadden. Ja, en dan die blok, weet en je dan wel. Even omhoog en dan glijden. Broken ribben zien en zo, als je je ding aan had. Ja. Nou, dat is het ding. Je voelde je echt Batman. En je voelde je niet iemand die Batman aan het spelen was. Je voelde je fucking Batman. En dat was vet. Ja, je had maar één nachtje om het allemaal te regelen. Dus je was ook alweer echt de wereld aan het redden. Of Gotham in dit geval. Nou, je bent echt... dit is Dark Knight Trilogy level stuff. Ja, ik wou net zeggen, dit is de Dark Knight Trilogy, toch? Ja. Nou, voor mij dan de Batman. Maar, ook goed. Ja, wat jij laten we die discussie niet gaan houden nu. Ja, maar vooral op de drie verschillende games zijn met drie echt een eigen sterke punten of minder sterke punten. En dat heeft de Dark Knight trilogie ook. Ja. Batman Begins wordt over het algemeen niet zo heel erg geliefd door mensen. Ik vind het juist de vetste van de hele trilogie. Ja. Maar en ik denk dat hier net zo is. Ik vind Asylum vind ik nog steeds wel echt de vetste. En die andere twee ook gespeeld. Maar allebei niet uitgespeeld. Oké. Ja, dat mag. Dat is ook thanks. Ik had dit heb ik ook alle riddles opgelost en weet ik het allemaal. Dat vond ik ook heel vet. Dat vond ik namelijk ook heel vet, die Riddler shit. Ja, en dat je was daar, heel tof. Dat je echt gevoel dat je gewoon een subplot had. Maar je voelde alsof je echt in die wereld zat daarvan. Ja. Ik heb echt zin om hem weer te spelen. Het ding is, ze moeten hier eigenlijk een soort van remastered versie van uitbrengen. Ik zit het ook te kijken. Hij is inderdaad, ik zie het ook ineens verouderd. Terwijl het niet super oude game is en hij was toen best wel mooi. Maar dat had ik gedaan met, want ik speelde onlangs speelde ik nog de Arkham Knight. En fucking het ziet er gewoon wel lelijk uit dan, hoor. Gewoon echt een hele lage resolutie ook. Ook op Xbox of PC. Althans, de PC-versie was helemaal dramatisch natuurlijk destijds. Ja. Vette gadgets ook. Ja heel man. Vet. Anyways, dit waren denk ik... ik ben blij dat we hier op balans zijn. Er zitten een paar vette dingen in. Het waren twee hele mooie lijstjes en een soort van nostalgia obscure name-dropping van Yui. Ik begrijp het spel niet. Nee, je begrijpt de game weer eens niet.
Maar thanks voor deze gekke toevoegingen. En nou ja, laten we misschien eventueel... Kijk, dat is het ding. Als wij dan vragen van laat even jouw favorieten. Elva, dat was laatst ook bij de Kopshow van Nerdculture. Dan gaan mensen gewoon alle dingen die we niet hebben genoemd... gewoon nog even in het lijstje zetten. Die hebben we ook gespeeld. Die hebben we ook gespeeld. En we weten hoe Google werkt. We kunnen zelf ook. Alleen dit waren onze favorieten. Dus zet alleen even jouw favorieten 1 of 2. En waarom? Niet, deze zijn jullie vergeten. Nee, we zijn ze niet vergeten. Je bent hele specifieke eisen aan het stellen... ja, voor hoe mensen hun eigen top 3 mogen brengen. Nee, ja, breng je eigen top 3. En niet soort van... hey, dit zijn jullie vergeten. We know. We zijn het niet vergeten. Geef jouw favoriete game. Misschien zijn we het wel vergeten. Nee, we zijn het niet vergeten.